Hou het maar heel even vast. Doe ik hem zo wel op? Zo. Ah, ik brand bijna mijn neus eraan. Echt bizar. Goedemorgen, vandaag is het dinsdag en ik ga eventjes naar mijn moeder gezellig toe. Die is zich al aan de dag, die is aangekleed. Het staan ze hier niet, mijn moeder is nu. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik ben over een paar dagen jarig. Maar goed, dat doet er nu niet toe. Ik heb me aangekleed. Ik heb deze top weer aan van Warehouse, rok van Envy. En ik moet beslissen welke schoen ik aan ga doen. En ik ben er nog niet over uit. Ik wil niet weer die sandalen van Edited. En toen wist ik het niet meer. Het is soms zo lastig om bij een bepaalde outfit schoenen te kiezen. Dus, en deze heb ik al te vaak aan. En dan heb ik deze, maar die zijn niet helemaal goed meer. Nou, die vind ik niet dagelijks, daar, voor boodschappen vind ik dat gewoon te. Dus ja, ik denk dat ik deze ga doen. Die zitten altijd goed. Ik ben gezellig met Kelly. En we moeten allebei naar de winkels, dus we gaan even samen nu. Want we moeten allebei naar de kruidvat en ik moet ook boodschappen doen. Dus ja, dat gaan we dan maar gelijk nu doen. Sarah heeft de tijd van het leven, want die is aan het karhoppen. Hè? Je bent een karhopper geworden. Of ik ben haar dochter aan het kidnappen. Het is mooi te klein. Ja. Ja, prima. Ik krijg over een week wel een keer weer terug. Kijk hoe lang je het uithoudt. We hebben wijn en taart, dus... Ja, maar dat valt op. Kijk hoe lang jij het volhoudt. We zijn weer thuis. En ik heb ook nog bij de kruidvat deze gehaald. Daar ging ik voor naar de kruidvat. Hij stelt niet heel erg scherp. Kom op. Dit is in ieder geval pigmentserum van Biodermal. Want ik heb natuurlijk die plek op mijn voorhoofd en dat irriteert me heel erg. En ze zeggen dat deze van Biodermal het allerbeste daarvoor is. Dus even kijken, 's ochtends en 's avonds aanbrengen. Op het hele gezicht, niet alleen op de vlekjes. Na 6 tot 8 weken zal het resultaat zichtbaar zijn. Gebruik het serum onder je reguliere dag- of nachtverzorging. Voor optimaal resultaat overdag gebruiken in combinatie met Biodermal pigmentcreme. Nou, we gaan het proberen. Vanaf vanavond ga ik hem smeren en dan hopelijk gaat mijn plek weg. Echt, oh, het is zo heet in de auto. Ik kan niet wachten tot die accu hem zo koel blaast. We gaan richting mijn ouders. Daar gaan we even gezellig zitten. Daar eet ik met Sarah. Marco, die is pas laat thuis, dus... We zouden sowieso niet thuis eten. En ik had er iets om te koken, dus dat hadden we van de week al afgesproken. Dit is echt maar. Zo gaat het best weer. Ah, zelfs mijn bril, die lag in de. Ah! Zo. Ik wil mijn bril doen, maar die is te heet. Hou het maar heel even vast. Doe ik hem zo wel op? Zo. Ah! Ik brand bijna mijn neus eraan. Echt bizar. Het is echt. Ja, hij is echt heet. Ik denk dat het ding 50 graden is of zo waar je komt. Heb je handen valt er wel mee, want je neus zo. Oh, ik voel dat ook gewoon. Ja, maar die kootjes, maar het is dat de neusbrug niet zo verschrikkelijk heet. Dus echt, ja, die voelde ik al. Ja, niet te doen dat. Nou, lang leven airco, dan kan ik zo nog weer op. Echt, ik kan heel goed zonder zonnebril. Meestal vind ik het gewoon meer en meer als zwaar. Maar daar doet het echt bij, hè, daar. Ja, maar met rijden. Echt als een bril op dat ding. Ik zou kunnen zien aan het land. Again, without. Ben je maar aan het filmen? Ja. Oh. Helemaal erg. Vond je het leuk bij oma? Ja, ik vond het heel leuk. En jij? Ik ook. Ja, was gezellig. Ik ben weer thuis en ik ga zoiets origineels doen. Sarah ligt op bed trouwens, want we hebben daar gegeten natuurlijk. En daarna was het gelijk bedtijd. Dus ik ga lekker thee zetten. Hoe origineel. En de vaatwas even uitruimen, want dat doe ik vaak als ik aan het koken ben. Maar
Ja, dat deed ik vandaag niet. Vraag me trouwens wel af, zijn er meer mensen die dat doen? Altijd proberen, als je dan toch de vaatwasser aan de of toch water aan het koken bent, dan even de vaatwasser, omdat je toch even stilstaat en dat soort dingen. Of doen jullie het eigenlijk meer gewoon om en om? Ik heb het mezelf een beetje aangeleerd. Want dan krijg je gewoon meer op een dag. En anders sta je vaak te wachten op dingen. En daar ben ik echt heel slecht in. Dus dit is echt mijn gewoonte geworden, zeg maar. Dus nou ja, als je dan een dag niet thuis eet, dan ben je gelijk minimaal uit je ritme. Marco is naar bed. En ik heb gezien dat Keeping Up with the Kardashians op Netflix staat. Dus dat ga ik nu lekker kijken en even een momentje me-time hebben. Ik heb net mijn make-up eraf gehaald. En ik ga mijn serum proberen. Ik ben heel benieuwd. Oh, het is in ieder geval in een pompje. Dat vind ik wel fijn. Ik ga hem toch, denk ik, ik had wel voorgelezen dat het op het hele gezicht moet. Maar ik ga het gewoon nu alleen op mijn voorhoofd proberen. En echt wel stop. Ik deed het op mijn linkerhand, maar ik smeer altijd op mijn rechterhand. Dus ik ben het gewoon hier aan en smeer ik de rest wel gewoon uit. Want dat heb ik over, maar. En hier gaat dan mijn nachtcreme overheen. Niet te hard praten, dan wordt iedereen hier wakker. Want het is aardig wat, één pompje, dus daar kun je best nog wel even mee doen. Ik kan in principe denk ik gewoon mijn hele gezicht bijna daarmee insmeren. Ik ben zo benieuwd. Ik moet eigenlijk morgen gewoon even een before foto maken. Dan kan ik dus gewoon goed kijken in hoeverre het echt werkt. Anders is dat altijd een beetje moeilijk te zien. Maar dat kan ik denk ik best morgen even met daglicht doen. Ik ga even de rest van mijn gezichtsverzorging doen. En dan ga ik lekker naar mijn bedje toe. Dus ik sluit nu gelijk de vlog even af. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten en een leuke reactie. En op abonneren te klikken als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!